hele goede morgen gemeente. Mijn naam is Adriaan van Hetzelfde en namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. Ook als u met ons meeluistert via kerkradio of internet, van harte welkom. Als u meer informatie wilt over onze gemeente, dan kunt u die vinden bij de informatiezeil in de ontmoetingsruimte. Ook kunt u daarvoor vragen terecht bij een van de gastheren. Die zijn te herkennen aan hun badge op hun kleding. In deze dienst gaat voor onze oud-predikant dominee van de Meijden uitreizen. Onze organist is Kees van der Zwan. Er wordt 3 keer gecollecteerd. De eerste collect is voor de diaconie, de tweede voor de wijkgemeente en de derde voor het missionaire werk. Ons aanvangslied deze ochtend is Psalm 100, vers 1 en 4. Juich aarde, juich alom de Heer, want goede tieren is de Heer. Aansluitend is er gelegenheid om onszelf met stilgebed voor te bereiden op deze dienst. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij uw gemeente en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Woorden die spreken van verlangen. Verlangen naar het huis van God. Verlangen om de gemeente van Christus te ontmoeten. Woorden uit Psalm 122. We zingen uit deze psalm het eerste vers. Psalm 122, het eerste vers. Thank you.
de wetslezing zingen we uit gezang 436, de verzen 6 en 7. 436, de verzen 6 en 7. God liefhebben, gemeente, bovenal, de naaste als jezelf. Hoe dat handen en voeten te geven. 10 woorden, 10 geboden heeft God ons gegeven. We horen naar Gods gebod uit Deuteronomium 5. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: luister, Israël, naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en oplettend in acht nemen. De Heere, onze God, heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. En hij zei: ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. Dan zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel niet zomaar gebruiken, want de Heer zal niet verontschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de dag van de Sabbat in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u zelf slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken gericht tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel. Kortom, nog op iets wat van uw naaste is. Thank you.
Laten we samen gaan bidden, gemeente. Dank, Heere God, voor uw liefde, uw trouwe liefde tot ons. U laat het er niet bij zitten. Dat kunnen wij wel doen, en hoe? Maar u zoekt ons op aan het begin van een nieuwe week. U komt ons tegemoet. En hoe? En dat is voor ons om stil van te worden. We hebben er al van mogen zingen. Ondanks al ons zondig gedoe. Wilt u ons vrijspreken? Die mij oordeelt, spreekt mij vrij. Hij heeft zelf mijn schuld gedragen, weggedragen. Dank, o Heiland, voor het geweldige evangelie. Dat zet ons leven in een compleet nieuw licht. In de wereld om ons heen kunnen we elkaar de misstappen, de fouten, zo lang nadragen. En elkaar erop blijven afrekenen. Hoe heel anders gaat u te werk. Hoe heel anders mogen wij als christen onder elkaar te werk gaan. En dat mogen we uitstralen, ook in de wereld om ons heen. Dat er bij u altijd een nieuw begin is. In de Heere Jezus Christus. We danken u, Heere, dat we daar aan het begin van deze nieuwe week van mogen horen. Dat u ons leven wilt afstemmen op de juiste toonhoogte van uw heil. Dank dat we hier samen bij u mogen komen. En dat we in de oneindige ruimte van uw genade en liefde op adem mogen komen. We danken u dat u als onze schepper en herschepper een oneindig verlangen in ons hart legt. Wat wij mensen maken is altijd eindig. Maar als u ons leven herschept, dan valt er een oneindige vreugde en verwondering ons ten deel. In eeuwigheid. Daarom danken we u voor deze rustdag. Een dag om op adem te komen. Adem te halen. Beademd te worden door uw geest. Om nieuwe kracht en moed op te doen. Ook heel gewoon, maar hoe bijzonder is het toch eigenlijk? Door vandaag hier naar de Bethlehemkerk te komen. Samen te komen met uw gemeente. Gewoon omdat we het geestelijk en lichamelijk zo nodig hebben. Frisse lucht nodig hebben. Uw beademing. Heere, onthoud het ons niet. Wilt u, o Heilige Geest, herscheppend ons beademen. Ook in deze dienst. We danken u, o God, voor uw vaderlijke zorg met de afgelopen week voor ons. En dat we nu deze nieuwe week bij u en met u mogen beginnen. Voordat we morgen het alledaagse leven weer ingaan, waar we soms met volle teugen van kunnen genieten, maar soms ook heel erg tegenop kunnen zien. Voordat we dat alledaagse leven weer ingaan, wilt u ons afstemmen op u. En we zullen dan het leven van de week die voor ons ligt aankunnen. Herschapen door uw geest. We bidden u om een kerkdienst tot lof en eer van uw naam. Geef dat wij er echt bij zullen zijn. Jong en oud. Maak ons stil tot u. We bidden u voor de kinderen en de leiding in de oppasdienst. De kinderen die straks naar de nevendienst gaan. De leiding, zegen ze, Heren. Bouw uw gemeente onder de jongeren. Onder de ouderen. We bidden u voor de luistergemeente thuis. Die zich met ons verbonden mag weten. Waar dan ook. We bidden u. Hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We gaan de Bijbel openen, gemeente. We lezen uit het Oude Testament, Psalm 120.
De Nieuwe Testamenten gedeelte uit 1 Petrus 2. Psalm 120 vormt de tekst voor de verkondiging vanochtend. Over de preek heb ik geschreven, de meesten of de meester. Nadat we Psalm 120 gelezen hebben, lezen we ook een aantal versen uit 1 Petrus 2. Psalm 120. Het eerste pelgrimslied. Een gebed om bescherming. Ik riep tot de Heer in mijn benauwdheid. En Hij verhoorde mij. Heere, red mijn ziel van de valse lippen, van de tong vol bedrog. Wat zal de tong vol bedrog u geven? Wat zal die aan u toevoegen? Scherpe pijlen van een machtig man, een gloeiende houtskool van bremstruiken daarbij. Wee mij dat ik als vreemdeling in Mesech verblijf, dat ik woon in de tenten van Kedar. Mijn ziel heeft lang gewoond bij hen die de vrede haten. Ik ben vreedzaam, maar als ik spreek, voeren zij oorlog. Daar zit al iets in, gemeent u. Proeft het misschien iets van vreemdelingschap? Ik ben nog God een vreemdeling hier beneden. Nou, daar gaat het ook over in 1 Petrus 2. We lezen de verzen 11 tot en met 17. 1 Petrus 2, de verzen 11 tot en met 17. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij, die nu van u kwaad spreken als van kwaadoeners, door de goede werken die ze in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning als hoogste machthebber, hetzij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden, tot straf van de kwaadoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God, dat u, door goed te doen, het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert, als vrije mensen. Maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere, heb al uw broeders lief, vrees God, eer de koning. Tot zover de schriftlezing vanochtend, gemeente. Psalm 120, de tekst, de meesten of de meester. Jongens en meisjes, jullie gaan nu naar de nevendienst toe. Ik heb geen idee wat het over gaat, maar ik denk een verhaal uit de Bijbel. Vast wel. We wensen jullie een goede luisterdienst. En wij, gemeente, gaan zingen als voorbereiding op de verkondiging. Psalm 31, de versen 1, 17 en 19. Psalm 31, de versen 17, de versen 1, 17 en 19.
Na de preek zingen we Psalm 65, de versen 2 en 3. Psalm 65, de versen 2 en 3. De meesten of de meester. Het scheelt maar één letter, gemeente, jongens en meisjes. Maar ja, die ene letter, hè, kan wel het verschil maken. En die maakt ook het verschil. Dat is het hele punt. Die ene letter is het hele scharnier waar alles om draait. De meesten of de meester. Al ligt het soms dicht bij elkaar. Ja, eerlijk is eerlijk. En loopt het ook wel eens in je leven door elkaar heen. Maar hoe dan ook, gemeente, die ene letter typeert ons leven. Ik bedoel, volgen wij de meester na? Of volgen wij de meesten? Het woordje volgen geeft te kennen dat wij mensen onderweg zijn. En dat zijn we ook. En onderweg bereiden we onze reis goed voor. Je hebt je TomTom bij de hand of een ander navigatiesysteem. Want je wilt het liefst zo snel mogelijk, zo voorspoedig mogelijk het doel bereiken. Ga je wat verder weg, bereid je nog wat extra voor. Je stelt je navigatiesysteem in. Desnoods haal je ook nog een ANWB-routekaart erbij. Maar hoe dan ook, je wilt niet verdwalen. Je wilt zo min mogelijk omwegen maken. Je wilt je doel bereiken. Nou, gemeente, dat is Gods bedoeling met uw, jou en mijn leven ook. Dat we ons doel zullen bereiken. En hij wil er ons voor behoeden op onze weg door het leven, dat we verdwalen. En helemaal verkeerd uitkomen aan het einde van onze weg door het leven. Doodlopen. Nou, zo kunnen wij de psalmen 120 tot en met 134 wel lezen. Als psalmen die God ons geeft om goed uit te komen. Om een goede weg te gaan door het leven. Deze pelgrimsliederen, de liederen Hamaalot, willen ons de weg wijzen. Ons bij de hand nemen en erbij houden. Dat we niet achterop raken, afhaken. We zullen meegaan. De pelgrimsweg. Opdat we het doel zullen bereiken. Het zijn liederen die ons op God willen richten. Opdat wij ook deze week niet de meesten, maar de meester zullen navolgen. Maar ja, ik kom u geen nieuws vertellen, gemeente. Wie niet de meesten, maar de meester volgt, die wordt in onze samenleving wel steeds meer een vreemde eend in de bijt. Komt natuurlijk wel tot ons de vraag, moet ik eerlijk zijn naar onszelf toe, volg ik Jezus al echt? Op mijn weg? Tot leven? Of ga ik zomaar wat? Dat je Jezus volgt, spreekt niet voor zich, toch? Weet je geroepen door hem? Weet je? Van een keus voor hem? Om hem te volgen? Zeker, als je door genade de meester hebt leren volgen, dan kan de weg van de meesten je blijven bekoren. Dat kan zomaar gebeuren. Want ook wij mensen anno 2013 komen voortdurend in de verleiding om naar eigen zin en inzicht te bepalen hoe we ons leven inrichten en welke richting we gaan. En het hele moderne denken beïnvloedt ons soms meer dan we
willen, naar ons lief is, naar goed is. Het is goed, gemeente, om jezelf eens af te vragen, in hoeverre leef ik nou eigenlijk in een Bijbels kader, in een Bijbels verhaal. Ook als het om mijn carrière gaat, mijn huis, mijn auto, mijn relaties. Je kunt 2 keer op zondag in de kerk zitten. Niks mis mee. Prima, goed zelfs. Dat zegt ook nog niet alles, hè. Het kan toch gebeuren dat terwijl je erbij bent, zondags, je er ergens toch niet bij bent. Omdat je in het leven van alle dag zo opgaat in je carrière, je bezit, je status. Laten we opletten. In de wereld om ons heen, gemeente, zien we dat geld, materialisme, je kan misvormen. Het kan een geduchte macht in je leven worden. Een afgod die je kleineert. Je in een steeds kleiner, benauwder, enger kringetje doet leven. Dan is er geen ruimte meer voor je naaste. Soms ook niet voor je liefste. Geen ruimte meer voor God. Of misschien nog wel ruimte voor godsdienst, religie. Maar geen ruimte voor God. En dan ben je met alles wat je hebt zo mateloos arm. Als je niet uitkijkt, eeuwig arm. En dan mis je, bijbels gezien, Gods bedoeling met je leven. Maar, wat een genade. De Heer Jezus tikt ons vanochtend even op de schouders. En stelt ons de vraag, hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je weg door het leven? Zit je op de goede weg? Ook deze week, bij de dingen die je van plan bent of niet van plan bent? En dat vraagt Jezus, gemeente, die Jezus die ons is voorgegaan op onze weg door het leven. En hoe? Hij heeft het doel bereikt. En hij zit na kruis, graf en opstanding aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel. En door zijn Heilige Geest roept hij u, jou en mij tot pelgrimage. Door dat herscheppende woord van hem, volg mij. Is dus de vraag, gaat hij inderdaad voorop in mijn leven? Volg ik hem als pelgrim? Eens een vreemdeling voor God? Nu een vreemdeling, een pelgrim op aarde? Begrijp me goed, gemeente. Ik wil dat pelgrimschap, de werkelijkheid van dat pelgrimschap, niet idealiseren. Al is, laat ik dat er toch gelijk bij zeggen, al is het volgen van de meester het mooiste wat je kunt bedenken in je leven en kunt wensen. Het is soms best afzien. Ja, net zoals sporters, hè. Dat is toch, als je die verhalen wel eens hoort of leest, het is toch ongelooflijk wat die mensen zich allemaal ontzeggen om goed te kunnen presteren. Wat hebben ze er ongelooflijk veel voor over? Ik denk bij mezelf, dat is toch geen leven? Ja, dat is hun leven. Om het doel te halen. Trainen. Blessures. Nederlagen. Ja ook. Maar die scherpen weer op. Maar ze willen het doel bereiken. De eindoverwinning. Voor een christen staat het pelgrimschap ook echt wel. Op de een of op de andere manier. Dat kan ook heel verschillend zijn in ons leven. Maar toch in het teken van afzien. En soms heb je je dag helemaal niet. Mag het een wonder heten? Dat je niet hebt opgegeven? De pelgrimage verloopt ook heus wel eens met horten en stoten. Met vallen en opstaan. Daar zijn de bittere nederlagen in de praktijk. Daar is de taaie tweespalt van het vlees en de geest in je hart. En daarbij, het pelgrimschap, zoals de Petrusbrief ons ook laat zien,
staat in het teken van Jezus' woord. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Nemen zijn kruis, mijn kruis, op zich en volgen mij. Luther vertolkte dit kort en kernachtig door te stellen: wie geen Crucianus is, die is geen Christianus. Wie geen Crucianus, geen kruisdrager is, is geen Christianus, geen christen. Nou, dat heeft de dichter van Psalm 120 ook al ervaren. Het is dus een pelgrimslied, deze psalm. En tijdens de pelgrimstocht naar de tempel in Jeruzalem zongen de pelgrims hun bedevaartsliederen. De psalm 120 tot en met 134. Het was soms een hele tocht om er te komen. Nou, wat doe je dan? Wij zetten muziek aan. Zij zongen. Ik zie de reizen soms wel eens. Een klas schoolkinderen die zingen onderweg, als ze met elkaar op de fiets onderweg zijn. De juf, de meester, fietst er een klas voorbij die aan het zingen is om de tijd wat te verdrijven of zo. Nou, zo zingen ook de pelgrims hun liederen onderweg. En weet u wat ik nou het mooie vind, gemeente, van die liederen? Het zijn liederen voor trajecten onderweg die prachtig zijn, schitterend. Vol mooie vergezichten, uitzichten. En wat geniet je ervan? En wat leeft het in je hart? Loof de Heere, mijn ziel. Maar er zijn ook liederen die je kunt zingen als je soms geen hand meer voor de ogen ziet. Zo bochtig, zo mistig, zo bewolkt, zo kil, zo koud. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Of zoals deze dichter zegt: ik riep tot de Heere in mijn nood, mijn benauwdheid. Hij snakt naar adem, hij snakt naar lucht, hij snakt naar ruimte. Ik riep, meer kon ik niet, hoefde ook niet. Geloven, dus roepen, roepen, niet in het blauwe hinein, maar in vertrouwen, dat God verhoort. Zo kun je het ook wel vertalen: Hij verhoort mij. Het spreekt deze psalm dus van het vertrouwen dat God vroeg of laat antwoordt, hoort, verhoort. In gedachten zie ik dat de dichter Jeruzalem nadert. En als hij dan met al zijn vragen, benauwdheid, nood, de tempel binnengaat, gebeurt er iets met hem. Vraag me niet wat, dat weet ik ook niet precies, maar er gebeurt wat met hem. Het doet wat met hem. Misschien zijn het de liederen van de levieten die zijn ziel meenemen naar boven. Of is het de geur van het brandoffer dat hem tegemoet komt? En weet hij, God is goed, ook voor mij. Of ruikt hij de wierook, teken van Gods aanwezigheid? Het omgeeft hem en geeft hem te geloven: God is tegenwoordig, ik ben niet alleen. God is in ons midden. Alles in ons zwijgen, dat zijn stem gehoor verkrijgen. Hoe dan ook, de dichter gelooft, God antwoordt, verhoort. Of wanneer een mens in nood zijn hart voor God uitstort, dan kan het gebeuren dat je innerlijk tot rust komt. Er gebeurt niks, geen bijzonders. En toch, je hebt je nood, je vragen, je getop. Je hebt jezelf afgewenteld op de Heer. En er komt innerlijk rust, overgave, vertrouwen. Je kunt het uit handen geven. Jezelf erbij. Je kunt het leven weer verder in. Want je hoort Jezus zeggen: ik ben met je. Alle dagen. Wat heeft die psalmdichter nou eigenlijk geroepen tot God in zijn benauwdheid? In zijn angst? Hij vertelt het en zegt:
O Heere, red mijn ziel, red me van de valse lippen, de leugenlippen, van de tong vol bedrog. Er is taalgemeente. Wat een genade is het, hè, dat we begiftigd zijn met taal. Er is taal die de ander recht doet. In zijn waarde laat. Die de ander bemoedigt, opbeurt. Taal die afstanden overbrugt. Taal die ontmoeting, gesprek teweeg brengt. De dichter wil het graag toepassen. Maar het wordt beantwoord met taal, ontaal, die kwetst. Taal die vernedert. Taal die scheiding maakt. Taal die in een kwaad daglicht stelt. Lastertaal, leugentaal. Onheil brengt het met zich mee, het verscheurt. Nou, daar heeft hij mee te kampen, zegt hij. Het lasten, kwaadsprekerij, verdachtmaking. En dat zou best eens te maken kunnen hebben met het feit dat hij dus niet de meesten, maar de meester volgt. Hij ging tegen de stroom van de meesten in. En anderen om hem heen storen zich daaraan. Want ja, dan ben je een stoorzender. Spelbreker als je het spel niet meespeelt. Dat laten ze merken. Ze maken hem zwart. Ze verdraaien zijn woorden. Ze keren zijn bedoelingen om. Nou jongens en meisjes, dat kunnen jullie best heel goed begrijpen. Hoe vervelend dat is. Hoe lastig, hoe moeilijk dat is. Kijk hè, als ze op school. Of kinderen bij jou in de buurt. Als ze iets over jou zeggen. En je hoort het. Wat helemaal niet waar is. Dan schrik je, hè? Vind je echt niet leuk? Dan kun je wel huilen. Dan ga je het liefst naar huis, naar papa of naar mama. En je zegt, moet je nou eens horen wat ze over me zeggen. Dat vind ik zo gemeen. En jongelui, het raakt je misschien nog wel het diepst als iets gemeens, iets laags over jou zeggen dat te maken heeft met de Heer Jezus. Dat ze jou belachelijk maken omdat jij Jezus wilt volgen in je leven. Heb je die keus voor Jezus al gemaakt? Wel, dan merk je dat de meesten met Jezus geen raad weten. Maar voor jou is de meester alles. Nou, dan heb jij gekozen voor de Heer Jezus. Wil je er ook voor uitkomen op school, op je opleiding, op je werk, in je vriendenkring, je sportclub. En ja hoor, jij wordt uitgelachen. Of doodgezwegen. Aan de kant gezet. Ze vinden je maar een doekje of deukje of wat ook. Omdat jij kleur bekent voor Jezus. Misschien willen ze varen. Op de ene of op de andere manier. Nou, het is niet alleen gemeen. Het is vals. En daar heeft deze dichter het dus over. Vals. Valse lippen en een tong vol bedrog. En wat heeft die psalmdichter toen gedaan, jongens en meisjes? Nou, toen is hij ook naar zijn vader gegaan. En heeft tegen zijn vader in de hemel gezegd, moet u eens horen wat ze over me zeggen. Hij heeft tot God geroepen en geschreeuwd. En als hij zijn innerlijke pijn voor God heeft uitgeroepen, dan roept hij naar zijn tegenstanders. Kijkt hij zijn vijanden aan. Volgens de Nieuwe Bijbelvertaling zegt hij dan tegen ze in vers 3, wat zal je straf zijn? Bedrieglijke tong? En wat je straf nog verzwaren? Met andere woorden, nou, wat denk je dat je daar nou mee zult winnen? Mijn God in de hemel ziet het. En hoort het. En wat denk je nou dat je ervoor terug zult krijgen? Voor die lasten. En hij roept pijlen.
door een machtig man gescherpt voor de strijd. Bedoelt hij met die machtige man God? Een gloeiende houtskool van de brem daarbij. Dat is houtskool die heel lang nagloeit. Alles verbrandt. Met andere woorden, al die lasten zal eenmaal als een boemerang terugkomen op jullie eigen hoofd. En gemeente, de geschiedenis van onze wereld, is die daar niet vol van? Dat het, nee, niet altijd, maar vaak wel, zo gaat. Onderdrukkers, lasteraars, graven hun eigen graf. We hebben het gezien eind vorige eeuw in Oost-Europa. We zien het in deze jaren in de Arabische wereld. Je regime fundeer op lasten, bedrog. Dat is je eigen ondergang graven. Nou, dat zegt de dichter hier in deze psalm. Wat in deze psalm ook opvalt, is dat de dichter niet het heft in eigen handen neemt, niet zelf wraak gaat nemen. Hij kijkt naar God. God immers hoort en verhoort. En dan kijkt hij naar zijn vijanden en zegt: God de machtige zal recht doen. Want hij laat het onrecht niet gebroken. Hij komt daar een keer op terug. God, gemeente, hij ziet ons gedoe, niet door de vingers. Maar hij ziet ook het onrecht dat zijn kinderen wordt aangedaan, niet door de vingers. Hij is niet maar een machteloze toeschouwer, toch? Die de dingen maar laat lopen. De machtige, vroeg of laat zal hij recht doen. Recht zetten, recht spreken. Zijn koninkrijk zal komen. Dus, de dichter roept uit de diepte naar zijn God. Vervolgens roept hij naar zijn tegenstanders. En dan spreekt hij tot zichzelf. En dan zegt hij: ach, dat ik nou toch als een vreemdeling in Mesech verblijf. Woon in de tenten van Kedar. Mesech en Kedar, namen van oorlogzuchtige volkeren, ver van Israël. Volkeren die goed om konden gaan met pijl en boog. Misschien dat de dichter daarom net ook wel het beeld van de pijl gebruikte. Nou, zegt hij, daar moet ik vertoeven. In Mesech en Kedar als vreemdeling, ver van huis. En als hij dat zo zegt, gemeente, in Psalm 120, dan bedoelt hij dat misschien niet eens zo letterlijk. Maar misschien wel veel meer figuurlijk. Bedoelt hij te zeggen, nota bene, onder mijn eigen volk, tussen mijn eigen mensen, voel ik mij als een vreemdeling. Ze gedragen zich tegenover mij als barbaren, oorlogzuchtig. Spreek ik woorden van vrede, dan zeggen ze tegen me, vrede man, oh ja? Oorlog kun je krijgen. Misschien is dat, gemeente, wel de ergste vorm van eenzaamheid. Niet in een vreemde omgeving, daar kun je het verwachten. En daar valt het zelfs soms behoorlijk mee. Maar gewoon tussen je eigen mensen. Je broers en zusters. Je broeders en zusters. Je vriendenkring, kennissenkring, collega's. Jij spreekt van vrede. Jij verlangt niets anders dan vrede. En het enige wat je terughoort is vrede. Oorlog kun je krijgen. Het volgen van Christus roepstem. En de verloochening van je eigen bloed, eigen begeren. Kan je dingen en soms ook mensen kosten die je dierbaar, kostbaar zijn. Wie leeft naar de norm van Gods gebod en belofte. Wie de naam van de meester hoog houdt. Die kan, ik zeg niet dat het gebeurt, maar je ziet het om je heen wel gebeuren. Die kan alleen komen te staan. In familiekring, arbeidsomgeving, je opleiding. Je kunt vriendschap of een baan erdoor verliezen. Spot of achteruitstelling ontmoeten.
oorlog krijgen. En met die woorden eindigt Psalm 120, oorlog. Mooi psalm dus. Oorlog krijgen. Ja, maar zit er niet iets in van de realiteit van alle dag? Als je de weg van het geloof gaat? Het leven van het geloof is soms toch ook best een gevecht. Om te beginnen met jezelf. Strijd. De goede strijd van het geloof. Soms letterlijk voor mensen in vervolging, achteruitzetting, discriminatie. Voor ons misschien vooral figuurlijk. Maar een gevecht is het en blijft het. Om de weg van het geloof te gaan en te blijven gaan. Een gevecht. Soms ook gewoon tegen je eigen gemakzucht. Hè? De sleet komt er zo makkelijk in. Als je niet scherp blijft. Herken je het? In onze doop roept God ons op tot het volgen van Jezus als onze Heer en Meester. Maar dat gaat dus niet vanzelf, breng strijd mee. Je niet aanpassen aan het klimaat van de meesten is niet makkelijk. Daar is nu iedereen op je werk, op school, in je buurt, je opleiding. Christenen en niet-christenen, naar bedenkelijke programma's kijkt of luistert. Als iedereen frank en vrij overal heen surft. Als het gros van de mensen wel eens rommelt. Als bijna iedereen in de ban is van meer, meer, meer. Als iedereen af en toe onhebbelijk en agressief is. Als velen om je heen sjoemelen. En wat deze week in het nieuws was, steeds meer mensen stelen van de baas. Als mensen om je heen niet eerlijk en oprecht zijn. Als alle jongeren in het weekend lekker uit hun dak gaan. Waarom jij dan niet? Je hoeft toch niet altijd een buitenbeentje te zijn? Jawel, zegt de Bijbel. Jij totaal anders. Het gaat erom voor een pelgrim niet te zijn als de meesten, maar als de meester. Je woont in de wereld. Ja. Maar vooral in de Heere. In de wereld, hoe goed je het er ook kunt hebben, hoe het leven je ook toelacht, je voelt altijd iets van een vreemdelingschap. Want in de Heere ben je thuis. En dat maakt een ander mens van je. Een herschapen mens. Een nieuw mens. Waar iedereen spreekt van oorlog. Heeft een christen als pelgrim een vredestichter te zijn. Een oog en hart te hebben voor noden en zorgen van mensen om je heen. Dichtbij, soms wat verder weg. Nood in de wereld. Maar hoe open en uitnodigend onze levensinstelling ook heeft te zijn, missionair. Toch zullen we bij tijd en wijle ook kleur moeten bekennen. Soms moet je nee zeggen. Dus het gaat om zaken en ontwikkelingen die in strijd zijn met het woord van God. Die de navolging van Jezus blokkeren, hinderen. Want het leven van een pelgrim is met lijf en ziel het eigendom van de meester. Als christenen weet je je geroepen om een ambassadeur te zijn van Christus. Altijd, overal. Christen zijn is iets van 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Heer, u behoor ik toe. U kent wellicht dat verhaal van de Chinese christen Watchman Nee. Hij vertelt er heel treffend over. Het is en blijft een mooi verhaal. Hij was met de trein onderweg. In zijn coupé zat een luidruchtig gezelschap te genieten van een verwerpelijk kaartspel voor een christen. Vragen ze op een gegeven moment aan hem, doe je ook mee? Nee, zei hij. Waarom niet? Omdat ik geen handen heb. Bevreemd wees men hem op zijn handen. En die dan? Ja, maar die zijn niet van mij. Die zijn van Jezus. Prachtig, hè? Ik ben niet van mezelf. Mijn handen, mijn voeten, mijn ogen, mijn oren niet. Ik ben niet van mezelf. Ik ben van Jezus. Maar ik kan uitgelachen worden. Maar gemeente, als je weet wat het Jezus gekost heeft om jouw redder te zijn. Voor eeuwig te redden. Je een eeuwige toekomst te schenken. Is dat toch niet te veel gevraagd?
Mag je denken? De weg van het geloof aan het begin van de psalm. De Heere verhoort. Ik sta er nooit alleen voor. Ik kan het gevoel wel eens hebben. Maar hij heeft beloofd. Ben met je. Eén ding mag zeker zijn, namelijk dat een pelgrim altijd iemand met zich weet. Iemand voor zich weet. Iemand voor zich weet die voor hem uitgaat. De meester gaat voorop. Ik hoef nergens te zijn. In geen verdriet. In geen moeilijkheid, bespotting. Geen duisternis, geen diepte. Of er is een weg. Want hij was mij daarvoor. En hij was er ook voor mij. En daarom is geloven, zien op Jezus. Van hem verwachten, de meester. Heere, roep je wel eens uit de diepte. Ik haal het niet. Ik hou het niet vol. Ik haak af. Zegt hij, kind. Ik je Heere, je meester. Ik kom je wel halen. En daartoe werd Jezus eens een vreemdeling op aarde. Toen hij om ons te redden, voor ons een weg te banen, de hemel verliet. Wat werd hem niet een laster voor de voeten geworpen. Maar hij droeg het. Om voor ons te zijn een leidsman, een voltooier van het geloof. Hij gaat voorop. En wij? Gemeente, dat de stem van Jezus deze week met u, met jou, met mij, mag meegaan. De kinderen weten, als iemand iets tegen je zegt, moet je luisteren, hè? Toch? Staat wel zo netjes. Dat die stem dan, gemeente, met ons mag meegaan, die zegt, volg mij. Hoor je? Volg mij. Ik was afgelopen week, daarmee wil ik afsluiten. Ik was afgelopen week over een jonge vrouw die in zekere zin haar carrière helemaal opzij heeft gezet om in Jezus' naam er te zijn voor prostituees. Zij zegt, ik citeer en daarmee rond ik af. In het Koninkrijk van God zijn de regels anders dan je gewend bent. Vaak denken wij dat we door te verzamelen een rijker mens worden. Maar Jezus leert ons dat geven beter is dan ontvangen. Ik zeg vaak, wat je doet of niet doet, is wat je gelooft. Waar je je tijd aan besteedt, daar is je hart. Hoeveel tijd is haar vraag aan ons? Hoeveel tijd besteed je aan het navolgen van Jezus? Wat mag het jou kosten? Waartoe dwingt zijn liefde ons? Amen.
Laten we dank en voorbeden doen, gemeente. Dank, o God, voor uw woord dat openging, even oud en hoe actueel, herkenbaar, toepasbaar. Dank, o God, dat u ervan weet, want dat geeft u toch de kennis om Psalm als de 120ste, hoe het ons kan vergaan onderweg in de navolging van Christus. O Heilige Geest, geef dat de roep van de Meester, volg mij, een roep is die deze week met ons meegaat. Ook in het leven van alle dag. Maar ook in ons staan in de wereld als gemeente van u. We bidden u om uw zegen over deze zondag. Uw zegen over deze week. Dat de stem van u, o Meester, gehoord zal worden. Spreek. En geef, o Geest, dat we horen zullen. Omdat we ons van die stem van u diep afhankelijk weten. We bidden u voor elkaar, Heer, in vreugde, in verdriet. De een ziet naar de week uit, en de ander ziet er tegenop. Wees ons allemaal nabij. Kinderen op school, jongeren, het werk aan de toekomst. Op school, studie, het werk. Geef dat ze het met vreugde mogen doen. We bidden ook voor jongeren die het niet met vreugde doen, die het moeilijk hebben. We dragen ze aan u op en geef ons oog en hart voor hen. We bidden u voor ons land en volk, onze koning, koningin, gezin, familie. We bidden u voor allen die ons besturen en vertegenwoordigen. Voor de grootte van deze aarde bidden we u. Geef ze wijsheid, bezonnenheid en inzicht in hun grote verantwoordelijkheid. We bidden u voor mensen op deze wereld die het moeilijk hebben. We denken aan de vele getroffen op de Filipijnen. Wat een leed en ellende, wat een schade, wat een slachtoffers. We bidden u voor hulpverleners en hulpverlening, o God, zegen het. We bidden u voor christenen die het moeilijk hebben. Omdat ze vervolgd worden, gediscrimineerd, achteruitgezet, doodgezwegen. We bidden u. Roep komen, o God, in deze gebroken wereld, onder Israël en de volkeren, uw koninkrijk. Maak ook ons daarvoor bereid, doe ons dat tegemoet leven. We bidden het u uit genade, om Jezus wil. Amen. Na de collectegemeente zingen we het slotlied, gezang 285, Geef vrede, Heer, geef vrede. Thank you.
Sorry gemeente dat ik u vroeg om de beurs nog een keer te openen. Maar ja, waar kom je dat nou nog tegen? Een collecte voor de preek. In Den Haag dus. Jullie blijven bijzonder. Fijn u weer ontmoet te hebben gemeente rondom het woord van onze God. Ik wens u een gezegende zondag, een goede week. Ga in vrede heen. Ga gezegend heen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie.